We gaan een kleine herfsttocht maken met de camper. We rijden eerst naar Gardo en daarna gaan we met de trein verder naar Finse. We rijden van Oost naar Drammen en daarna verder naar Hoeksum, Kongsberg en verder volgen we de weg nummer 40 door het dal Numedal. In Gailo gaan we de nacht staan en daarna gaan we verder met de trein naar Finse. Iets ten noorden van Kongsberg maken we een kleine stop bij Piekenfos krachtcentrale. Hier is ook een zelfbedieningskraampje voor het verkoop van honing. Man kan betalen met bips of door contant geld in het doosje te doen. Er loopt weinig water op de stuwdam, dus al het water gaat door de krachtcentrale. En we rijden verder door het dal van Numedal. De dal Kravik. Hier rijden we voorbij Uvdal Ski Centrum. Dit ligt op 1100 meter boven de zeespiegel, ongeveer op de boomgrens. Na 4 uur rijden komen we aan bij Gailo, Hitter en Camping. De beheerder is erg vriendelijk en alles ziet er heel netjes uit. Nu heb ik twee billetten te togen van Gailo te vinden. Klokken 10 i morgen. Campingchefen skal kjøre oss. Vi skal møte opp klokken 9:30. Så det var en bra service. Ja, fordi vi skal ikke gå så langt med dette her. Hva er det? 2 kilometer nær et treinstasjon. Men de beheerder heeft beloofd om ons naar het station te brengen. De trein heeft natuurlijk vertraging, dat schijnt elke dag zo te zijn. We rijden door een spectaculair landschap. Hotel Finse ligt op 1222 meter boven de zeespiegel. Aan de ingang en her. Dan zijn we lekker passen. Onze kamer is erg eenvoudig, we hebben een mooi uitzicht. In 1979 werd een Star Wars film hier ingespeeld en een paar visites zijn hier achtergebleven. Nu staan we hier. Ja. We hadden te gaan. Hier. Ja. Op zien om we komen hier. Ja. Blåisen. Vi får prøve det. Så ser vi hvor langt vi kommer.
Nu är vi på tur och meningen är att vi ska upp dit. Det heter Blå isen. Na ongeveer 2 uur gaan we weer terug, daar langs een andere route. En deze route is hier en daar een beetje onbegaanbaar. Af en toe is het moeilijk om te zien waar het padje is. En hier zijn we weer terug bij het Finse Wappen. En na 4,5 uur en 8 kilometer zijn we weer terug op de weg. Nu nog een paar honderd meter en dan zijn we er. De volgende dag gaan we een eindje naar het noorden. Deze steen heet de ploegsteen. Deze steen glijdt elk jaar 0,5 centimeter naar beneden. Voorlopig zijn de huizen nog niet in gevaar dus. Dat is de Bartlandstoer zijn daar. Na een poosje zoeken vinden we een plaatsje uit de wind om een kopje koffie te drinken. Daar skal we drinken koffie. Ja, we gaan den zitten op. Ja, den kan we zitten på. Och vi har en jakke også. Och kaffen och choklad. Choklad också. In Finse is er ook een klein museum met onder andere deze twee sneeuwploegen. En oude treinwagons kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Na 2 mooie dagen in Finse gaan we weer naar huis toe. Eerst hadden we veel regen, maar na een paar uur klaarde het wat op. Ik zie bij deze mond en straat.